Is er nu niet meer? We hebben, dat, dat zou je kunnen uitleggen. Nou, dat is mooi, want dan is de minister, Eppo Bruins... dus we hebben een minister van cultuur. Of zegt u, dat is ook een veegteken... Nee, hiervoor hadden we natuurlijk uh, minister van Engelshoven. Daarvoor ja. hadden we minister Bussemaker. En we hebben inderdaad ook een staatssecretaris gehad, Halbe uh, Zijlstra. Uh, oh, mevrouw Oesloe, mevrouw Greper heeft dat als laatste stukje uh, uh, overgenomen. gedaan. Uh, voilà, ja, ja, maar dat is één termijn eigenlijk. Ja, dat was één kabinet. Dus uh, ja, we hebben er nu inderdaad, in de, in, met name in de laatste paar maanden, een heleboel gehad. die elkaar weer moesten opvolgen. Ja. Maar daarvoor hebben we ook ministers gehad. Dus nee, wij vinden dat helemaal niet op zich een slecht teken. We zitten uh, aan tafel bij de ministerraad. Dus we vinden dat op zich uh, goed. Uh, en is dat niet uh, zorgwekkend? Het is meer wie is het? En is dat een goede voorman om met ons dat verhaal uh, ook aan die tafel goed te vertellen? En dan denk ik dat we aan Eppo Bruins. Uh, nou ja, ik moet hem nog ontmoeten. Maar uh, dat we daar op zich een goede aan kunnen hebben. Ja, want uh, Victor, even. Uh, hij is natuurlijk niet bekend om zijn uh, cultuurachtergrond. Dat nee. wil natuurlijk dus niet zeggen dat hij misschien enorm cultuur in het hart geeft. Dat kan prima. Maar hij is op andere terreinen bekend. Hij is natuurlijk ook van een partij die niet van tot de vier behoort. Dus dat maakt het ook uh, interessant. Uh, nee. wat, we, wat weten we van hem als het om cultuur gaat? Eigenlijk vrij, vrij weinig, vrij weinig, ja. Um, wat eigenlijk, maar en dan kijk je dus breder, en dan kan je, denk ik, blij zijn dat het iemand van NSC is. Want dat is ook als je dit. He, je, je bekijkt dit politiek. Je moet dit politiek gaan bedrijven. NSC kan je op dat punt van cultuur... maar ook van de hoge B2 op de boeken natuurlijk heel treffend gaan raken. Dat wordt politiek een gevoelig thema voor hun... als daar een effectief verhaal tegenover wordt geplaatst. En je merkt al, je zag in het debat over de reerverklaring... dat dat al voorbij kwam. Dat he, de cultuur in de regio... Heel hard gaat worden getroffen. En dat moet je toch niet willen, hè? NSC, hè? BBB, daar werd al naar gekeken door een Rob Jetten, door een Frans Timmermans ja. in dat debat. Dus die tekenen aan de wand zie je al. En hij zet ja. het zelf natuurlijk ook echt als hoeksteen van de democratie neer: cultuur en onderwijs. Dus dat is wel, hij, hij staat er wel direct voor. En dat is wel de kleur waarvan wij ook denken: daarmee moet je aan tafel zitten. Daar begint het verhaal. Ja, even tussen jullie uh, twee organisaties, uh, zoals gezegd, dus de groep algemene uitgevers, waar dus ook eigenlijk het CPNB weer onder valt, zeg ik maar even, maar de man van.